Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op het kanaal van Laura's Cybershow. Leuk dat je kijkt. Vandaag zijn wij met Matsi bij de Beagle Dag bij het Poeleke, de hondenzwemvijver. Dus ik ga jullie meenemen. Kijk vooral verder als je dat leuk vindt. Zoals jullie al zagen had Matsi er heel erg veel zin in. We waren op tijd gegaan omdat de weersvoorspellingen zeiden dat het 's middags kon gaan regenen. Bij het binnenkomen van Matsi toch weer een beetje spannend, maar daarna kwam hij wel los. Het is van start. Er zijn al heel veel beagles binnen en het zonnetje komt er gelukkig ook af en toe door. Dus dat is ook heel erg fijn. En nu zijn ze lekker aan het spelen. Ik zal ze dadelijk wel eventjes een rondje over het trein heen lopen en jullie meenemen. Dit is de ingang. Hier komt iedereen binnen via een sluis wat ervoor zorgt dat alle honden binnen het terrein blijven. Er waren ook twee standjes. Eentje met hondensnacks en eentje met hondenspeeltjes. En dan kijken we eigenlijk meteen naar de hondenzwemvijver waar dus al hondjes aan het spelen waren. Maar als we verder lopen is er ook nog een heel groot stuk speelweide waar alle honden lekker kunnen rennen en kunnen spelen met elkaar. En dat doen ze ook zoals je ziet. Zo dadelijk zien we Matsi ook voorbij vliegen. Die is wel goed te herkennen aan zijn rode zakdoek die hij om heeft. Kijk, daar is hij. En als we dan nog verder lopen is er daarachter ook nog een ruimte waar de hondjes kunnen spelen. Waar ze soms met volle vaart door alle gangen zeg maar heen komen rennen. Het hele terrein is helemaal omheind, dus alle honden die zijn eigenlijk ook gewoon los. En natuurlijk dienen de hondeneigenaren zelf toezicht te houden op hun honden. Maar er zijn ook mensen die van het poeleke, van de hondenzwemvijver, die rondlopen om alles ja, in goede banen te leiden. En dan komen we hier aan de achterkant van de zwemvijver uit, waar de hondjes dus ook lekker kunnen spelen. En op die rotsen zeg maar kunnen ja, klimmen en lekker met de voetjes in het water of echt kunnen gaan zwemmen. Er zijn ook altijd wel een paar honden die echt heerlijk aan het zwemmen zijn en andere die bekijken het een beetje van een afstandje. Hier zie je ook echt hoeveel verschillende soorten beagles er zijn. Echt van puppy tot oude en verschillende kleuren, verschillende formaten. Ik heb beelden gemaakt van verschillende hondjes, dus kijk gezellig mee. We zijn inmiddels weer thuis en we hebben ook nog iets gekocht dat ik jullie nu even zal laten zien. Dat is namelijk deze koffieboom kauwwortel. Wat eigenlijk ja, gewoon lijkt op een stuk hout. Maar dat is dus veilig, want het kan niet splinteren. En Matsi houdt wel van op takjes en zo bijten. Maar dat kan natuurlijk wel eens gevaarlijk zijn gewoon voor zijn mond. Het is goed voor de tanden. En doordat de hond dit dan zacht maakt door te kauwen, komen er ook vezels af. En die kunnen ze gewoon opeten. Dus dan kan Matsi nog eventjes lekker kauwen en dan zal hij denk ik ook heel lekker gaan slapen zo dadelijk. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als je dat vond, vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen, een opmerking achter te laten en vergeet ook niet te abonneren op dit YouTube kanaal, zodat je de volgende video's niet mist. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!